Symbolisch worden er twee blauwe stentjes ingemetseld in de, of ingemetseld, getegeld in de Breestraat. Want de heringerichte Breestraat krijgt aan de randen van die blauwe stoepjes. Zoals dat vroeger was. En ze worden erin gelegd door wethouder Strijk van Verkeer, de rechter. En links in beeld Mark van Praag, de voorzitter van de winkeliersvereniging hier op de Breestraat. Wij gaan hier dadelijk een convenant tekenen tussen de gemeente Leiden en Arriva. Als openbaar vervoersbedrijf hier in Leiden en omstreken. Nou ja, het belangrijke is dat de gemeente en Arriva echt samen optrekken om inderdaad van die Breestraat de mooie straat te maken die iedereen graag wil hebben. Het convenant gaat daar ook op in. Het gaat over het aanpassen van de snelheid van de bussen aan het overige verkeer. Met name het fietsverkeer is daarin leidend. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Het gaat ook over het aanpassen van de frequentie van het aantal bussen in de toekomst. Nou, we hebben net al kunnen zien hoe dat er toch een flink aantal bussen door de Breestraat gaat. Dus terecht dat onder de aandacht valt. Daar zijn we ook meer dan bereid om ons aandeel in te nemen, om daarin in mee te werken. En het gaat ook over hoe maken we ook gezamenlijk van de Breestraat een goede verbinding voor de stad. Want uiteindelijk is het ook belangrijk dat mensen in de winkelstraat kunnen komen. En daar speelt openbaar vervoer een hele grote rol. Dus ik ben heel blij dat wij vandaag dit convenant kunnen tekenen. Het geeft volgens mij heel goed weer hoe de gemeente en Arriva hierin samen optrekken. En ik denk een heel mooi voorbeeld hoe we dat op veel meer plaats kunnen doen. Dus ook wat mij betreft zet ik onze handtekening. Ik ga even kamer maken. Ja.